Giel, ik had ook meegedaan aan je talentjacht. Ik had alleen niks gehoord, dus ik denk dat hij ergens onder in de mail was achtergebleven ofzo. Dus laat nog even weten wat je ervan vond. Ik ben hier om mijn top 3 bekend te maken van Giel's talentjacht. Ik was gegrepen door 3 liedjes en ik ga nu mijn top 3 bekend maken. Ik pak er even een roffeltje bij. Op nummer 3 hebben wij Gabby Lieve, of Gabby, of Gabi Lieve, met 100 Days. Days and nights, writes about her whole life. Ja, dat vond ik echt mooi, gewoon sowieso heb je een prachtige stem, welke mij gelijk raakte ook. En ik, ja, ik vind het liedje echt te gek. Dan gaan we naar nummer 2. Kan geen verrassing zijn, de lol spatten eraf. Ik vind ook wat jullie doen, dat is wel echt iets anders ofzo. Rappen kan iedereen, maar zo snel als jullie het doen, dat is echt een soort unique selling point. Dos Hermanos, met In The War. Staat op nummer 2. Begrijp me niet verkeerd, ik ben zo blij met alle iemand tegelijk, voordat het verkeerd je uitvoelt. Raar, want dan ben ik even eten met mijn broers en met mijn leven en dan weet je waar ik ben, ik bedoel. Maar... En dan naar de nummer 1, daar was ik eigenlijk gelijk door de eerste 3 akkoorden doorverkocht. Ik moest een beetje denken aan Nielson. Ik denk dat het liedje ook dezelfde hitpotentie heeft als alle liedjes van Nielson. Ja, ik werd er heel vrolijk van en het thema Thuis Dat Ben Jij, dat pakte me ook direct. Nou ja, ik zit nu ook thuis, dus ja, misschien dat het is. Laura, je staat op nummer 1. Want bij jou is het zo veilig, meer dan slechts een huis voor mij. Oh, Thuis Dat Ben Jij. And I have not felt so good in days. So good in days. Grand Prix Formule 1. Hoe ik ook cruise, man, ik rij zo smooth. Pak een mili op deze race. Ik ben nog maar net begonnen, ze vinden me zo goed. Maxi neemt de beker mee. Max Verstappen, Max Verstappen. Succes met de talenten uitkiezen, Giel. En ik volg het op de voet. Ciao. En ja, of je nog even wil luisteren naar mijn liedje.